Naar de koffie. Tuurlijk, naar de koffie. Nou, fijn dat jullie er waren. En hopelijk vinden jullie snel mijn dochters terug. Tot snel, hoor. Ik ben bang. Stel dat dit ook met ons gebeurt. Ik snap gewoon niet waarom iemand Charlotte zou ontvoeren. Charlotte die doet echt geen vlieg kwaad. Ik denk dat de maffia hierachter zit. De maffia. Is dat niet een beetje overdreven? Oh, ik ben nu echt heel bang. Ik durf echt niet meer naar huis nu. Nou, voor mij mogen jullie wel bij mij logeren. Als we met z'n allen fietsen, kan het toch niet zo voorkomen. Het is toch maar een klein stukje. We hebben hier en daar aangebeld en we hebben een getuige gevonden. Een oude vrouw heeft een wit busje weg zien rijden. Oh nee! Ze is dus echt ontvoerd! Vrouw, zou je misschien weten waarom ze is ontvoerd? Ik heb echt geen idee. Mijn man liep weg toen ik zwanger was. Ik heb daar nooit meer gesproken. We gaan dit tot op de bodem uitzoeken. En we beloven dat u de dochter kunt vinden. Maar nu kunnen we nog niets doen. Ik zal de meisje op de hoogte brengen. Fijne dag nog. Ja, maar. Bel je mobiel. Fuck. Met Isabella de Laar. Isabella, je bent er. Waar ben je? Mam, ik logeer bij Claire. Oh, ik kreeg net een heel eng telefoontje. Iemand zei dat je ontvoerd was. Wat? Ja, Charlotte is gisteravond ontvoerd. Oh mijn god. Misschien hebben ze de verkeerde. Ik kom naar Claire toe. Nee, mam, ga maar naar Charlotte. Daar komen we ook nog wel zo naartoe. Doeg. Mama heeft een telefoontje gekregen dat ik ben ontvoerd. Wat? Wat? We moeten naar Charlottes huis. Oké. Nou, wij denken dat Kira is ontvoerd. Waarschijnlijk had het Isabella moeten zijn. Maar waarom? Nou, wij zitten niet zo krap in de kas. En ik denk, ja, mijn man heeft een goedlopende business. En ja, ik denk dat misschien dat de ontvoerder los gaat wil. Heeft u dat er nog niet gehoord? Nee, we hebben een. Ik heb vanmiddag een telefoontje gekregen met slechte verbinding. En er werd gezegd dat ik morgen meer zou horen. Ik heb gelijk Isabella gebeld. Dan moeten we meteen afluisterapparatuur inbrengen. Heeft u daar bezwaar tegen? Nee. Maar ik heb mijn koffie nog niet op. Goedemiddag mevrouw. Heeft u al gemerkt dat uw dochter er niet is? U kan haar gemakkelijk weer terugkrijgen hoor. Zolang u maar aan mijn eisen voldoet. Ik wil binnen 3 dagen 500.000 euro. Waar u het moet laten, hoort u binnen die tijd wel. 500.000 euro. 3 dagen. We weten nu waar het gebeurd is. Het was op de Kerkstraat 145. Maar we kunnen er nog niet naartoe, want straks is Charlotte er niet. En dan brengen we er misschien wel in gevaar. Okay. Ik snap niet dat de detectives er niets aan doen. Er is wel iemand ontvoerd, ja? Wie weet wel wat voor een engert het is. Hé, hey, misschien ken ik diegene wel. Had tenslotte op mij gemunt. Ja, maar nu heeft hij Charlotte. Wat zou hij doen met haar als hij merkt dat ze jou niet is? Alsof hij dat nog niet doorheeft? Ik weet het niet. Maar we moeten echt iets doen. Ik kan niet tegen dit wachten op die domme detectives.
Inderdaad, we moeten iets doen. Wat nou als we aanbellen en dan kijken we wie het is? Nee, laten we gelijk inbreken. Ja! Hé, maar even serieus. Ik moet deze week nog kinderpostzegels lopen. Misschien kunnen we aanbellen en dat we dan gaan kijken wat voor iemand het is. En wat voor huis. Maar wel als zeg maar, degene die aanbelt met z'n tweeën is. Want anders dat die dan elkaar helpen, anders komt dan. Ja, dus dan leiden er twee af en dan vinden we misschien Slot wel. Kunnen we er al meteen meenemen? Nou, het gaat er in ieder geval om dat we weten dat ze er is en dat we bewijs hebben. Ben ik nou de enige die het een slecht idee vindt? Ja. Nou ja, dan heb ik geen keus. Trouwens, het is wel cool als we Slot te redden. Ze zijn echt de helden. Ik krijg haar kind nooit meer terug. Misschien is ze al dood. Nee joh, de ontvoerder wilde niks van niks geld. Ze leeft vast nog. En trouwens, mijn kind is nu in gevaar, want de ontvoerder wilde haar Isabella hebben. En God weet waarom. En hoe kom ik ooit aan zoveel geld? 500.000 euro. Kan ik het niet van jou lenen? Nou, mijn man is nu op zakenreis en ik moet alles draaiende houden. Dus ik kan het eigenlijk wel voor betere dingen gebruiken. Wat? Het had jouw kind kunnen zijn. Sterker nog, het had jouw kind moeten zijn. Wat? Zeg je nu dat je wil dat mijn kind ontvoerd wordt? Mijn kind is ontvoerd. En onterecht. Misschien heeft Isabella al iets gedaan. En daar huis wil ze nu voor. Maar Isabella zou nooit iets doen dat tegenbrekend was. Zou ik niet denken, want zo gaaf is het niet. Nee, wist je nog een wat ze moest doen van die jongen? Ja, ze weet het ook nog. Wat heeft ze dan gedaan? Niks, dat moet je niet aan ons vragen. Dat mag niet. En je had er maar een keer op. Dat zou ik zeker doen. Kom, we gaan naar boven. Ja. Wat doen jullie daar eigenlijk? Oh? Praten over. Nou, je ding weet wel. Mijn ding. En waarom waren jullie echt verleden? Oh, nou, Isabella had gezegd dat zij meer mensen had voor kinderpostzegels. Dus dat wouden we even checken. Ja, want wij dachten dat wij er veel meer hadden. Heb je ze eigenlijk al? Nee. Nou, de postzegels liggen hier. Maar ja, ik vind dat niet zo belangrijk nu. Eerst moet die gek van ontvoerder in de gevangenis. Ja. Wilt u misschien kinderpostzegels kopen? Nee. Sorry, daar doe ik niet aan. Ja, maar dan had je in Armelanden. Ja. Je wilt toch ook met zijn beter krijgen? Nou, vraag het maar. Wat moet ik doen? Moet u hier uw naam en adres invullen? Sorry, moet ik heel even opnemen? Ja, kijk, een kaartje. Ik heb een 77 blijfstaart. Zit u hem? Hij zegt heel nee, mooi. Sorry, ik zie hem. Dankjewel.